Wil je graag kunnen stomen en wokken in jouw Philips Airfryer? Dan moet je zeker even blijven kijken, want dit is een heel leuk accessoire voor de Philips Combi Airfryer XXL. In deze video gaan we even kijken hoe het accessoire eruit ziet. Ik haal hem even uit de doos. Hierin zit een heel mooi en uniek accessoire. Zoals je ziet, helemaal van metaal. En het is helemaal afgesloten. Dus wat kun je hier nou precies mee? Nou, laat even kijken. Er zit sowieso een hengsel aan, zodat je hem makkelijk uit de airfryermand kan verwijderen. En hierbovenop zit een soort siliconen lip. Die gaat er ook helemaal rondom omheen. Want dit is namelijk een deksel. En hiermee kun je dit wokaccessoire en stoomaccessoire kun je afsluiten. Want hoe werkt dit nou precies? Nou, allereerst is dit dus een stoomaccessoire. Dus je kan hier bijvoorbeeld broccoliroosjes kan je erin stomen, maar je kan er bijvoorbeeld ook dimsum kun je erin in klaarmaken. Eigenlijk moet je het ook een beetje zien als een accessoire die je gebruikt voor Aziatische gerechten. Daar is die hoofdzakelijk voor bedoeld, maar je kan er natuurlijk ook gewoon allerlei groentes in stomen, maar ook in wokken. Laten we eventjes eerst kijken naar het stomen. Want daarvoor is namelijk dit deksel. Het is een metalen deksel en er zit omheen dus zo'n lichtblauwe siliconen rand omheen. En die kun je er ook afhalen. Dat zorgt ervoor dat je het allemaal goed schoon kan maken. Maar je moet wel goed eventjes opletten dat je hem weer netjes er terug omheen doet. Dat is misschien wel gelijk een, ja, ik wil het niet een nadeel noemen. Maar die rand die is wel een beetje scherp, voel ik. En je moet het dus wel eventjes goed omheen doen. Ik zie dat het wel een beetje gepriegel is. Zo. Laat het gewoon live zien. Dan weet je gelijk hoe het is. Kijk. Dus zo zit hij er weer eenmaal omheen. Maar ja, dit is het deksel. En die kun je dus zo kan je die van het accessoire aftillen eigenlijk. Het is wel een dik metaal. Het lijkt een beetje alsof het heel dun is. Maar het is gewoon best wel hard. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat het bijvoorbeeld heel erg deukgevoelig is bijvoorbeeld. Gaan we eens kijken wat er dan verder in dit accessoire verder zit. Want er zit namelijk een uitneembaar mandje zit er eigenlijk in. En dit is geen metaal, maar dit is een soort van kunststof die gewoon natuurlijk hittebestendig is en veilig is om te gebruiken. Hierin zit een driehoekjes patroon onder op de bodem. En dat zorgt ervoor dat je kan gaan stomen in het accessoire. Dit is het basisaccessoire eigenlijk, waar het allemaal omdraait. Maar je kan hier dus onderin wat water stoppen, of in ieder geval vocht. Kun je dit er zo in zetten. En dan kun je het afsluiten met het deksel. Dus je doet hier verder, bijvoorbeeld je groente doe je erin. Of iets wat je wil gaan stomen. En dan sluit je hem zo af. Even kijken hoe dat precies gaat. Want ik doe dat ook voor het eerst. Ik zie nu eventjes alweer dat het randje er vanaf wil schieten. Moeten we eventjes goed omheen doen. Zo. Zit er goed omheen nu. Dus we sluiten eventjes af. Zo. Dan hebben we hier dus een handvat. En daarmee zetten we het in de airfryermand. Zo. En die staat er ook gewoon goed en stevig in, want dat heeft namelijk te maken dat er rondom ook weer van die siliconen, ja, soort, ja, hoe moet je het eigenlijk zien? Het lijkt wel wat je wel ziet bij een koffer bijvoorbeeld, maar van die soort stootrandjes. En die zorgen ervoor dat die gewoon met lekker veel grip zo in de mand komt te staan, waardoor je dus ook daadwerkelijk kan schudden als je gaat wokken. Maar we gaan natuurlijk nu eventjes kijken naar pure eventjes het stomen. Dus je sluit hiermee de hele, het hele accessoire sluit je ermee af. Er zitten dus helemaal geen gaatjes verder in dat er stoom kan ontsnappen. Dus hiermee kun je gewoon echt je groente heerlijk stomen in dus je airfryer. Dus dat is best wel weer heel uniek. Je hebt natuurlijk ook andere airfryers die een stoomfunctie hebben. Maar hiermee sluit je gewoon echt die hele kamer af. Oké. Zetten we hem deze even terug. Dus dat is als je gaat stomen. Maar hoe gaat dat dan precies met het wokken? We halen de deksel eventjes eraf. Dat is eventjes wennen, denk ik, de deksel. Maar ik heb het ook eventjes voor het eerst in mijn handen.
Dit mandje kun je er dan vervolgens uithalen, want die heb je dan niet nodig. Maar dan gaan we dus dit gebruiken. En je kan hier dan daadwerkelijk ook met olie werken. Dus bijvoorbeeld een wokolie. Een klein laagje. Er zit hier ook daadwerkelijk een streepje in met max. Dus je moet er ook niet te veel wokolie in doen. Maar zo kun je dus eerst je olie lekker heet laten worden. Dus die zet je zo in de mand. Dan zet je hem de airfryer op 200 graden, volledige luchtcirculatie. En dan kun je dus de olie heet laten worden. En dan kan je bijvoorbeeld een heerlijk Aziatisch gerecht maken met kip, verse groenten, wat noedels. Dan kun je gewoon gaan wokken in je airfryer. Dat is natuurlijk gewoon super gaaf. Het accessoire is ook een beetje gebold aan de onderkant. Dat is niet voor luchtcirculatie, maar dat is gewoon puur dat je je groenten en je gerecht zo kan omscheppen. Zoals je echt in een normale wok ook zou kunnen doen. Dus dit zorgt er gewoon voor dat je daadwerkelijk gewoon dat wokgevoel hebt in je airfryer. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan. Maar dit accessoire is dus gewoon bedoeld om echt lekker die hitte in het accessoire te krijgen. Zodat je gewoon een echte wokmaaltijd kunt maken. Gewoon zo in je airfryer, man. Dat is heel leuk en wat mij betreft weer een unieke feature hier voor deze Philips Combi Airfryer. Een airfryer is dus al lang niet meer alleen maar voor het maken van frietjes en snacks. En je kan er gewoon eigenlijk alles in maken. En ik merk ook aan mezelf dat ik steeds minder mijn fornuis gebruik en dat ik mijn pannen steeds vaker in de kast laat staan. En eigenlijk bijna dagelijks gewoon mijn airfryer gewoon mijn hele maaltijden bereid. Dus ja, ik vind airfryer is gewoon onmisbaar geworden eigenlijk bij mij in de keuken. Maar nogmaals eventjes het hengseltje. Zo kun je hem eruit halen. Ja, en dit maakt het dus een multifunctioneel accessoire. Omdat je dus twee dingen tegelijk kan doen. Tenminste, tegelijk. Je kan er of voor kiezen om te stomen. Of je kan ervoor kiezen om die wokfunctie te gebruiken. Is ook gewoon van een mooi metaal. Het ziet er ook uit dat je het gemakkelijk kan schoonmaken. Er zitten geen lastige hoekjes of groefjes in. Voelt gewoon degelijk aan. En het ziet er ook gewoon lekker fris en leuk uit. Dit inzetstukje, ik ga nog even één keer kijken naar de deksel, hoe dat er nou precies uitziet. Want je hebt hier dus rondom zitten er van die soort uitsteekseltjes die ervoor zorgen dat die siliconen rand er goed omheen blijft zitten. En dat je ze daadwerkelijk de bak kan afsluiten. Wel een klein beetje vingerafdruk gevoelig, maar dat maakt verder ook niet heel veel uit. Maar in ieder geval het randje, dat is even een klein beetje gepriegel om er goed omheen te krijgen. Maar als die eenmaal goed eromheen zit, dan zit hij er ook gewoon goed omheen hoor. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Even kijken hoe die nou precies. Hoe je hem nou precies kan afsluiten. Zo, even goed in beeld brengen. Oké, ja, je moet dus eigenlijk het hengsel. Deze moet je er overheen hebben, anders kun je hem niet lekker afsluiten. Dit was ook eventjes iets om op te letten: dat je het hengsel altijd bovenop het deksel hebt. Want als je dat niet doet, dan kan je hem namelijk niet goed afsluiten, want dan zit dat hengseltje eigenlijk in de weg. Sla ik eventjes een tip. En nogmaals, ik heb het nu voor het eerst vast. Dus misschien is het beste om hem zo in de airfryerman te zetten. En dat je dan het deksel erop doet. Zo. En dan leg je dit gewoon lekker zo rustig neer. En dan kun je zo de airfryer dicht doen en lekker je gerecht gaan stomen. Dan kun je hem ook zo weer eruit halen. Moet ik altijd wel zeggen dat dat hengseltje pakken uit een airfryer wat lastiger is. Je kan, omdat het natuurlijk al dan heet is, dan kun je wat lastiger natuurlijk met je vingers zomaar dat gaan pakken. Dus je kan niet altijd met een soort tang of iets, kan je eventjes het oplichten en dan kan je het zo met een overwand of zo'n handschoentje kan je dat oppakken. Nou, als je dan het deksel er verder af wil halen. Uit zo eraf. Nou, dus we hebben het eventjes in detail hebben het bekeken. Ik ga het testen en dan laat ik uiteindelijk in een filmpje laat ik eventjes zien hoe dat dan precies gaat, dat stomen en dat wokken. En ja, als je dat nou graag wil zien, abonneer je dan op mijn kanaal frituurgezond.nl op YouTube. En volg me ook op Facebook. Daar heb ik ook een mooie pagina. Het heet de Airfryer Club. Dat is een leuke groep. Daar delen we allemaal recepten en dingen. Alles wat met airfryers te maken heeft. En dus zo blijf je ook op de hoogte. Ja, op alles op airfryergebied. Dus ik bedank je voor het kijken. Dit was het stoom- en wok-accessoire voor de Philips Combi Airfryer. Nogmaals, hij is hoofdzakelijk voor dit model airfryer bedoeld. Dus interessant als je deze airfryer hebt om dit accessoire aan te schaffen. Bedankt je voor het kijken en ik zie je graag weer in de volgende video.